Waarom word je blij van een loterij als je toch nooit iets gaat winnen? Dit is de Universiteit van Nederland. Beetje flauwe vraag natuurlijk. Waarom word je blij van een loterij als je toch niks gaat winnen? Ik heb hier namelijk een lot. Ik heb maar liefst 5 euro gewonnen met dit lot. Joepie. Klein probleem, het lot kostte mij 15 euro. Dus wat ik heb gewonnen is minder dan wat ik ervoor heb betaald. Wie van u doet er wel eens mee met de loterij? Heel veel. En wie van u heeft er wel eens wat gewonnen met een loterij? Oh, dat is toch ook... Wie heeft er wel eens veel gewonnen bij een loterij? Nou, ja meneer, zegt u het eens. Hoeveel heeft u gewonnen? 4000 euro, maar u bent wel een beetje de uitzondering hier in het publiek, blijkt wel. Waarom denken we eigenlijk dat we gelukkig worden van loterijen? Daar heb ik experiment naar gedaan. Ik heb groepen in 2 verdeeld. 1 groep werd gevraagd, hoe gelukkig ben je? Dan moest je cijfer geven. En de andere groep werd eerst over de oudejaarsloterij doorgezaagd en vervolgens gevraagd, hoe gelukkig ben je? En wat bleek, in december was de 2e groep die eerst over de oudejaarsloterij werd doorgezaagd, gelukkiger dan de 1e groep. Maar toen heb ik het experiment in januari herhaald en toen was de 2e groep die eerst over de loterij werd gevraagd en vervolgens werd gevraagd, hoe gelukkig ben je met je leven, juist minder gelukkig. Dus een loterij geeft een klein beetje hoop in december, maar in januari zien we dat het toch weer valse hoop bleek te zijn. Waar is die hoop dan op gebaseerd? Nou, die hoop is niet op een hele stevige kansberekening gebaseerd. Die hoop dat we het beter doen met de loterijen. Ik heb dat ook in mijn experiment betrokken. En ik heb aan de medewerkers, de deelnemers, heb ik gevraagd. Stel het lot wordt 2 keer zo duur. En je kunt 3 keer zoveel winnen. Nou, ik kan het ook meteen aan jullie vragen. Wie doet er dan nog steeds mee met de loterij? 2 keer zo duur, je kunt 3 keer zoveel winnen. Nou, een paar, maar niet om heel erg enthousiast van te worden. Als ik zeg van, nou, halve prijs. En de winstkans is 1/3. Wie doet er dan nog mee? Handen omhoog. Oh, nou, dat is toch niet helemaal rationeel. Want bij de 1e optie stijgt je winstkans. En bij de 2e optie daalt je winstkans. Dus, jullie, hartelijk dank, hebben bewezen dat je niet goed met kansen kunt omgaan. Niet goed kansen kunt berekenen. De kans dat je een oudejaarsloterij wint is ook net zo groot als de kans dat je 22 keer achter elkaar munt gooit, 8 keer achter elkaar 6 gooit met een dobbelsteen, als je met 11 mensen loodjes trekt, alle 11 je eigen naam trekt, dat je geraakt wordt door bliksem, geraakt wordt door een vallend vliegtuigonderdeel of voedselvergiftiging oploopt. We zijn niet alleen maar heel erg slecht in kansberekening. We zijn ook nog eens een keer heel erg bang om te verliezen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een experiment met chirurgen. Zeg je tegen die chirurgen, ik heb een hele mooie nieuwe procedure die u kunt oefenen, of die u kunt uittesten. Als u het op 100 patiënten probeert, dan zullen er 10 overlijden. Vraag je aan een andere groep chirurgen, nou, ik heb een hele mooie procedure, ik raad u aan om die te proberen. Bij de 100 patiënten zullen er 90 overleven. Wat gebeurt er? Meer chirurgen uit de 2e groep doen mee met het experiment. Alhoewel het op precies hetzelfde neerkomt, 10 overlijden of 90 overleven. Maar je denkt toch liever aan overleven dan aan overlijden. En dan ben je minder geneigd om mee te doen met een dergelijk experiment. Dus wat heeft dat nou eigenlijk met mij te maken?
Nou, we zijn er allemaal gevoelig voor de angst om te verliezen. Als je eenmaal een proefabonnement hebt, dan vind je het toch wel jammer om die krant dan op te geven. Of om dat tijdschrift daarna op te geven. We zijn dol op kortingen. We gaan in de rij staan voor kortingen. Als je de krant ziet voor vandaag, je alleen maar vandaag 10% korting. Dan denk je, ja, laat ik dan vandaag maar die onderbroeken kopen. Of die sokken of die overhemden. Want dat is toch wel heel erg zonde als ik die korting misloop. Als we ziektekostenverzekeringen presenteren als een basisverzekering waar je dingen bij kunt doen, dan verzekeren we ons eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Maar presenteer je het als een complete verzekering waar je dingen van af kan halen, dan kiezen we eerder voor de complete verzekering. Dus de manier waarop het gepresenteerd wordt, beïnvloedt onze keuze en we zijn bang om te verliezen. Dan denk ik van ja, standaard zal wel zijn basis plus aanvullend. Ik ga niet meer terug naar basis. We zijn bang om kwijt te raken wat we bezitten. En daar komt nog iets anders bij en dat ga ik aantonen met deze jonge man die een heel erg mooi horloge om heeft. Laat hem eventjes zien aan het publiek. En voor hoeveel zou je bereid zijn om dat horloge aan mij te verkopen? 60 euro. Een mooi horloge, 60 euro, prima. Dan vraag ik aan je buurman, kijk eens goed naar dat horloge. Hoeveel zou jij daar eigenlijk voor betalen voor dat horloge? 50 euro. Hartelijk dank. Dit is precies wat we ook in laboratoria zien. Als we het experimenteel wetenschappelijk doen, dan zien we dat wat we bezitten, we meer waarderen dan wat we niet bezitten. Dat doen we bijvoorbeeld met een experiment met bekers. En als je de beker hebt, als je in een groep zit die bekers heeft, dan vind je die beker ongeveer 5 euro waard. En zit je in de groep die geen bekers heeft, dan zeg je van nou, 2,5 euro wil ik er wel voor betalen, maar veel meer is het mij toch niet waard. Dus wat we bezitten, dat waarderen we meer dan wat we niet bezitten. En daar zijn we het ook bang mee om het kwijt te raken. Er is ook een leuk experiment gedaan met basketbalkaartjes op Duke University. Ontzettend goed basketbalteam, de Blue Devils. Heel erg lastig om kaartjes voor te krijgen. En één groep was het gelukt om kaartjes te kopen. De andere groep had helaas achter het net gevist, want er zijn maar een beperkt aantal kaartjes beschikbaar. De fans zonder kaartjes werden opgebeld en werd gevraagd van, nou, er zijn toch nog wat kaartjes beschikbaar. Hoeveel zou je ervoor willen betalen? Nou, die wilden er best $170 voor betalen voor nog een kaartje. De mensen die de kaartjes hadden weten te bemachtigen, die werden ook opgebeld en gevraagd, voor hoeveel zou je bereid zijn om die kaartjes af te geven? Nou, voor $2400 zouden ze wel bereid zijn om die kaartjes in te leveren. Dus degene die de kaartjes hadden, die waardeerden ze meer dan degene die de kaartjes niet hadden. Wat je hebt, waardeer je meer dan wat je niet hebt. Ik ben recent verhuisd. Ik had wat spulletjes over. Ik denk, leuk, zet ik op Marktplaats. Hartstikke mooie lampenset. Echt heel veel moeite gedaan om het bij elkaar te zoeken. Geen hond die erop biedt. Uiteindelijk is het bij gratisoptehalen.nl beland. Toen ik mijn huis moest verkopen, dacht ik, nou, dat moet toch wel een aardig prijsje opleveren. Mijn makelaar komt en zegt, ja, mevrouw Sent, sorry, zoveel zal ik het toch ook niet voor op in de markt zetten. Dus ik vind het meer waard wat ik heb dan anderen bereid zijn om ervoor te betalen. De vraag is ook, wat is eigenlijk winst en wat is eigenlijk verlies? Ook dat kunnen we niet goed inschatten en daar laten we ons ook nog eens een keer misleiden door kosten die we in het verleden hebben gemaakt. Stel, je hebt per ongeluk voor een avond 2 kaartjes. Je hebt kaartjes voor een concert. En die kaartjes hebben je 65 euro gekost. En je hebt kaartjes voor het theater. En die hebben je 15 euro gekost. In de krant lees je dat concert niet zo goed gerecenseerd. Dat theaterstuk, top recensies. Wie van jullie gaat er naar het concert van 65 euro? De meerderheid. En wie van jullie,
Nou, moet ik nog eventjes de andere helft vragen. Wie gaat er naar het theater? Dat zijn er toch wat minder, als ik goed door mijn oogharen kijk. In ieder geval is dat de uitkomst van een experiment. Als we dat in een laboratorium doen, dan denken we van ja, ik heb er toch €65 voor betaald. Toch wel zonde om niet naartoe te gaan. Of soms heb je ook een kaartje en heb je eigenlijk helemaal geen zin om te gaan. Dan denk je, ja, is toch wel zonde. Maar eigenlijk zijn dat kosten die je in het verleden hebt gemaakt. En dan moet je eigenlijk helemaal niet meer door laten beïnvloeden. En toch doe je dat wel. In het algemeen is het zo dat verliezen 2 keer zo hard aankomen als winsten worden gewaardeerd. Is het zo dat wat we bezitten we 2 keer zoveel waard vinden als anderen dat waard vinden. En is het ook nog eens een keer zo dat we eigenlijk gelukkiger worden van ervaringen dan van materiële welvaart. En toch keren we weer terug naar de vraag, waarom word je blij van een loterij als je toch nooit iets gaat winnen? Dan is het antwoord, we worden er eventjes blij van. Ze geven ons sprankjes hoop, maar die hoop blijkt uiteindelijk een valse hoop te zijn. En we laten ons te veel leiden door de angst om te verliezen. In het volgende college wil ik de vraag centraal stellen, met welke trucs zorg je ervoor dat anderen hun troep opruimen en eens wat korter douchen?